allemaal, ik ben Saskia Vroom. Ik geef danslessen aan mensen met de ziekte van Parkinson. Nu we allemaal thuis zitten, doen we dat vanuit de huiskamer, zoals jullie zien, vanuit het programma Zoom. En ik geef nu even een korte workshop om jullie een indruk te geven wat we doen. En het is voor iedereen een lekkere les om mee te doen. Het kan gewoon vanaf je stoel, we beginnen vooral zittend. Gebruik een stoel waarbij je geen zijleuningen hebt, het liefst die niet al te hoog of te laag is, waar je je voeten goed plat op de grond kunt zetten. En zorg dat je genoeg ruimte om je heen hebt om mee te doen. We gaan gewoon beginnen, doe maar mee. Oké, kom even naar je handen en wrijf eventjes je handen goed tegen elkaar om ze wakker te maken. En warm te maken over de achterkant van je handen. En doe eventjes alsof je je handen wast. Gebruik de kracht van je vingers om even alles stevig te kneden. En als je zover bent, gaan we vanuit de zij de armen opzij omhoog brengen. Schep als het ware de zon. Breng je handen tegen elkaar. En dan ga je zigzaggen met je handen tegen elkaar. Vanuit je ruggenwervels maak je een soort van slangbeweging naar beneden. Om de rug warm te maken. En dan gaan we heel rustig weer omhoog. Dus zigzag mee omhoog weer. En dan kom je omhoog en dan duw je je handen naar beneden. Heel rustig. Kruis één hand en breng hem helemaal opzij, alsof je iets reikt. En dat doe je ook met je andere hand. Kom helemaal opzij. En met twee handen gekruist, kom opzij. En vanuit hier gaan we weer omhoog. Breng je handen tegen elkaar. En laat ze heel zachtjes weer al zigzaggen naar beneden gaan. En kom dezelfde weg weer terug, omhoog. Je bent zowel met je rug bezig als met je armen en je handen. Open je armen en laat je handen zachtjes naar beneden dwarrelen, net als bladeren of sneeuw. Alles is goed wat je doet. Dat is sowieso belangrijk bij deze lessen. Alles wat je doet is goed, dus doe gewoon mee, maar alles pas het zelf aan. En kom weer omhoog met je armen. En breng je armen weer in, naar beneden. Zigzaggend en kom weer terug omhoog. En als je boven bent, open je armen wijd opzij. En kruis over en rijk zo wijd je kunt opzij. En nog een keer met de andere arm. En dan gaan je armen weer omlaag. Oké, we gaan vanuit het thema water werken. Ik heb het gevoel dat er een grote bak lekker warm water naast je is en je gaat met je handen voor, achter door het water. Maak je armen soepel en je mag gewoon meekomen naar voren met je rug. Je hoeft niet recht te blijven zitten. Beweeg helemaal mee. Soepele polsen. Voor naar achter. En dan wissel je om naar je andere arm. Voor en achter. Voor. En achter, doe het lekker in je eigen tempo. En voel de zintuigelijke waarneming van het water. Nu gaan we met twee armen voor en achter. En voor en achter. En voor en achter. En nog één keer een grote boog naar voren. En laat je handen weer landen op je schoot. We gaan even naar de schouders. Maak even cirkels met je schouders. Hele grote cirkels en je mag vanuit je schouders ook je handen meenemen. Of je handen wrijven over je bovenbenen naar voren. Ja, dat even tot hier. Gaan we weer naar het water. Eventjes die golven in beweging brengen van links naar rechts. En kijk eens of je overal om je heen golven kunt maken. Om je stoel heen. En nu gaan we het water beneden onze stoel in beroering brengen. Maak draaikolken. Gebruik twee armen omlaag, om je heen, door het water te bewegen. Denk aan roeren, draaikolken maken. En je mag het water ook wegduwen naar opzij. Gebruik je ook weer je schouders en je hele rug bij. En duw lekker. En dan gaat het water een beetje stijgen, maar daar mag je last van. Dus je gaat iets hoger met je handen. En neem je handen mee. Nu gaan je handen door de lucht. Kijk eens of je met je handen kleine, zachte vormen kunt maken in de lucht om je heen. Breng die handen in beweging. Laat ze met elkaar spelen. Misschien wel eventjes zo. Zachte armen. Maar ze mogen ook samen. Alle kanten op. En dan schudden we eventjes de druppels water nog van onze handen. Oké, we gaan even naar de voeten. Je mag je voorvoeten opzij brengen in het tempo van de muziek. En je duwt een beetje op je knieën, alsof je je voeten in de grond duwt. In en wissel. En in. En opzij. En in. En zij. En in. Nu twee voeten tegelijkertijd. En uit. En in. En uit. En in. En uit. Nu gaan we naar de hielen. Eerst één hiel. En in. Andere hiel. En in. Uit. En in. En uit. En in. En uit. Twee hielen. En uit. En in. Je mag je armen ook meenemen. Uit. En in. En uit. En in. En uit. Nu laten we de voeten opzij lopen. 1, 2, 3. 4, nu mag je hielen van de grond, zet neer, hielen grond, zet neer. En loop weer 1, 2, 3, 4, hielen van de grond. En dit is natuurlijk heel erg langzaam, dus voor wie wil mag je het sneller doen. Dan gaan we uitlopen. 1, 2, 3, 4, hielen van de grond, hielen van de grond. Loop 1, 2, 3, 4 en hielen van de grond, hielen van de grond. Nog een keer, 1, 2, 3, 4, hielen van de grond en terug. 2, 3, 4. Hielen van de grond. Tik aan voor en in. Tik voor en in. Nog een keer voor en in en voor. Nu snel en voor, in. Net alsof je met je tenen in het water komt. Doe nog een keertje. 1 en tik en tik. Gaan we opzij. Eerst langzaam. Zij. En zij, en in, en zij, en in, en zij, en in. Nu sneller. Zij, in, zij. En als het te snel is, doe het gewoon langzaam. Alles is goed. Zij, in, zij, in, zij, in, zij, in. Nou, dan zijn we alweer een beetje warmer met de voeten en de enkels. We gaan een klein beetje tempo maken. Want we zijn al een beetje wakker, een beetje warm. Klap op je benen. En naar de schouders. Dus tik lekker op je schouders en kruis je schouders. En nog een keer naar de benen. Dat doen we 4 keer. Dan gaan we 4 keer kruisen. 4 keer naar de schouders. En 4 keer kruisen. Nog een keertje. En 1, 2, 3, 4. Kruis. En schouders. Coördinatie. Nu gaan we even wijzen naar allerlei dingen die we zien in de kamer. Wijs en wijs en wijs en wijs. Even met je handen schudden. Doe eens even alsof je 1000 vingers hebt. Schud je handen heel hard uit. Ja, mooi. En we maken een grote cirkel. En nog een keer terug. En duw over de tafel heen. En we gaan even onze voet laten springen. En je andere voet. En we laten even één kant van ons lichaam lekker swingen op de muziek. En wissel aan de andere kant van je lichaam. Dus er is steeds één helft die beweegt. Nu gaan we schuin. Je ene hand in je andere been. Laat swingen. Alles is goed wat je doet. En wissel op. Dus laat je benen, je arm, van alles bewegen. Even alles. En beweeg. En stop. Oké, gaan we nog een keer. Even hem nog en kruis. En schouders. En kruis. Nog een keer benen. Benen. En kruis. En schouders. En kruis. En wijs. 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 Even je schouders laten dansen. Laat je schouders in je armen dansen. En rek je uit. En maak je klein. En rek je uit. En maak je klein. Nog andere kant op. En uit. En maak je klein. En rek uit. En maak je klein. Komt u nog een keer. En de muziek was al op. Deze kun je heel goed thuis oefenen. Het is goed voor de coördinatie, voor de verbinding tussen je hersenhelften. We gaan zoetjes aan staan. Ik zet mijn stoel aan de kant, maar hou hem erbij als je hem nodig hebt. En kom eventjes, als je je stoel voor je hebt, heb je hem bij de leuning beet. Kom eventjes met je gewicht van het ene been naar het andere been. Dus het is een beetje het beeld alsof je op een zwalkend schip staat. Beweeg je gewicht van je linker naar je rechtervoet. En kijk eens of je dat vloeiend kunt doen. En misschien kun je je schouders meenemen. Terwijl je van de ene naar de andere kant beweegt, neem je schouders mee. En nu ga je heel diep door je knieën, maar je houdt je hielen op de grond. En je bekken onder je. En kom omhoog. En duw in de grond. En kom omhoog. Nu wijk je opzij, zo ver je kunt buiten je knie. En kom terug. Net alsof je iemand wijst die je ziet daar. En kom terug. Ietsje sneller. Kunt laten. Beweeg alles van links naar rechts. Heel mooi vloeiend. Zachtjes. En je mag je gewicht van je ene voet naar je andere voet brengen. Denk aan een hele langzame schaatsbeweging. En het is een sierlijke schaatsbeweging. Dus neem je armen mee. En dan blijf je weer staan in het midden. Draai één arm in en je knie gaat mee. Kijk naar zij. En open. En wissel nog één keer naar de andere kant. En kom weer opzij open. En dan eindigen we hier de les.